Hey, I'm Mokke. Ja. Leuk dat jullie kijken naar Mr. Theme Park Fans. En er is iets speciaals daar achter ons, die al een hele rij. En dat is eigenlijk voor dit hier. Want je kunt gaan dineren met Klus. Dat gaan we vandaag helaas niet doen. Maar van 12:30 tot 14:00 kun je voor €28,50 gaan lunchen in het Plopsa Buffet. In het Grand Buffet van het Plopsa Hotel. En eigenlijk kan ik dat wel aanraden, want ik kan een keer gewoon een prijsje gaan tonen voor een spaghettietje. En dan betaal je al snel een vijftiental eurotjes zonder een drankje. Wil je daar dan nog een drankje bij, heb je iets van wat is het, €20, €22 kwijt. Dus betaal je €3 meer, dan heb je eigenlijk wel een heel buffetje. Weliswaar, de drankjes zijn niet inbegrepen. Het is wel een aanrader. Plus je komt naar je tafel, een beetje het concept zoals 's avonds. Alleen dat, dat Klus een echte persoon is en dat hij een babbeltje gaat slaan bij u aan tafel. Om 15:00 is het ook Klusje en die gaan we een keer gaan bekijken. Maar kijk, gaan we een keer wat tonen. Dus gewoon een, neem nu bijvoorbeeld een voorgerechtje, een hoofdgerecht en een dessertje. Dus dat gaan we doen. Kijk, voor een hoofdgerechtje ben je hier al €16 kwijt. Dat is allemaal €16 geworden, allemaal dezelfde prijs. Dan heb je nog een dessertje, is €7. En een voorgerechtje, ja, die stelt er helaas niet bij, maar als je eventjes goed kan uitrekenen. Dus mensen, iemand die heel goed kan uitrekenen, die komt er al snel achter dat €25 voor een buffetje helemaal niet duur is. Dus mocht je iets willen doen deze zomer, ga gezellig deze middag buffet gaan eten. Heerlijk. Goed, wij gaan ook eten. Wij hebben onze maaltijd mee van de plaatselijke winkel en daarna gaan we genieten van het park. We gaan wel nog een beetje de tijd in de gaten houden, want om 15:00 is Klusshow en die zou ik eigenlijk wel heel graag willen zien. Daarvoor kom ik en om 16:30 is de Klopsa-parade met Klus erbij. Dus het is echt een Klusdag vandaag. En jullie kan Klus graag, dus dat is fijn. Ik Klus niet. Ah, nou, lekker gegeten. Ik heb een slaatje met scampi's gegeten, het was lekker. En Erika, wat heb jij gegeten? Dat was een wrap met mozzarella en van die zo'n grote maatjes. Ah ja, dat is ook lekker. Helaas kun je dat hier wel niet kopen. Maar goed, mensen, we gaan iets doen vandaag. Wat gaan we doen? Erika is mee, dus je weet al wat dat betekent. Ja, maar dat is voor straks. Ja, dat is waar. Ik ben wel een beetje vroeg. Dat werd net gegeten. Na de Klusshow. Wat? Ja, na de Klusshow gaan we dessert gaan eten. We gaan een attractie doen. Dan nog op de Ride to Happiness mogen we absoluut niet overslaan. We moeten wel een beetje de tijd in de gaten houden. Om 2:30 moeten we naar het theater. Allee, moeten we. Dan zijn we mooi op tijd. We gaan een attractie doen. Het is wel warm, hè? Ja, gaan we op de splash? Ja. Oké, okay, we gaan op de splash. Gezellig. Ja, we gaan een andere attractie kiezen. We gaan iets anders doen. We gaan iets... wat gaan we doen? Op het gemak. We gaan op het gemak rondkijken wat we zo kunnen doen. Ja, dat is leuk. Goed, mensen. K3 komt volgende week zaterdag optreden hier in Plopsaland met de Nacht van Abonnees. En ik ga erbij zijn. Ik ga wel wat laat toekomen, maar ik ga erbij zijn. Ja, is dat volgende week al? Ja, volgende week zaterdag. Is dat nog beschikbaar? Ja. Yep. Allee, toen dat ik boekte, was dat nog beschikbaar. Okay. Ik ben heel laat hier. Maar om ons voor te bereiden, gaan we een keer een ritje doen op de attractie. De K3 Coaster. There you go.
mensen, we wilden een onride filmen op de K3 coaster, maar dat is niet gelukt. Ik ga een keer vertellen de reden. Ik denk dat jullie al kunnen raden waarom. Mijn camera was niet opgeladen. Ik dacht dat die opgeladen was. Ik wou beginnen filmen. Die wou niet. Dus heb ik hier nu gelukkig mijn externe batterij bij. Is die nu een beetje aan het opladen. Want we gaan nog een attractie doen. Erika zou graag hier op de nachtwachtflyer gaan. Maar ik zie dat die leeg naar boven gaat. Dus ik denk dat er een technische storing is. Dat een heel goed idee is dat we nog een keer met twee op de staat gaan zitten. Ah nee, we pasten er niet meer zo goed in eigenlijk. We dachten van wel, maar niet goed. We gaan een TikTok doen. Ik zou zeggen, enjoy. TikTok Senior van Catnet. We gaan erin. Let's go. Ah wel, wat zit me nu, Erika? Ik ging de oude naam zeggen, maar ik ga het niet doen. TikTok. Ja, de TikTok-attractie. En we komen een keer kijken wat dan de vernieuwingen zijn. En hoe dat die er nog uitziet op de dag van vandaag. Dat is de vaat. Ja. Dan nog kaartjes, ook eentje en nu dit. Ja, dat is waar. En vroeger deed Erika graag de vaat. Letterlijk en figuurlijk. Ja, vroeger. Ik heb een voorbeeld in de actie, dat is dan bijna. Nee, de valt thuis. Jeke, wat? Niemand doet dat haar. Jawel, ik ken mensen die dat heel graag doen. En die persoon doet soms mee in de video's. Echt? Ja. Jeffrey? Ja, die mens doet dat haar. Hun afwas. Nee, dank u. Is toch te plezant? Laat alles staan. Op dat laatste moment was je alles af, toch leuk? Hier in een konijn. Van de TikTok ride gaan we naar de Light Me Ghoster, maar er is iets kapot. Het scherm werkt niet meer zo goed. Ze hadden dat eerst opgelost,
Nu is het alweer gedaan. Het ziet er wel heel druk uit. Hè? Nee, we gaan iets anders doen. Het is wel lang wachten, dat gaan we niet doen. We gaan dat de volgende keer wel doen, want het is seizoen. Hè? En in het seizoen betekent dat dat wel druk is. Erika wil graag op de nachtwachtflyer, maar vandaag is hij kapot. Ja, het is kapot. Kapot. We gaan iets anders doen. Ik wil op de Ride to Happiness, maar Erika wil niet. Erika wil op een andere happiness. Nou, wat wil je, hey Erika? Nou, wat wil je? Een wandelingsje. Een wandelingsje. Ik wil op de Ride to Happiness. Dat is waar, wij? Ja, maar in de hier staat. Dat is ook een plezant. Allee. Gaan we een wandelingsje doen? Dan ga je een wandelingsje doen. Nou, naar waar wil je? Koffiekopjes. Op de koffiekopjes? Oké. Okay. Op de koffiekopjes. Ik heb daar geen zin in. Ja, de kopkust was eigenlijk wel nog plezant. Erika, wat eigenlijk toch nog hoe idee voor op de kopkust te gaan. En dat je op de kopkust geweest zit en je zei achteraf een klein beetje dronken, is de opdracht geslaagd van op de kopkust te gaan. Ja. Erika wil nog iets doen. Ja, vertel een keer. Waar wil je heen? Ga je naar de Anubis? Blijkbaar gaan we op de Anubis. Ja. Ik denk dat het lang wachten gaat zijn. Oké. Ik denk dat. We weten dat niet zeker. Het kan ook niet lang wachten. Alles kan. Een koffie kan. Een theekannetje. Een jerrycan kan. Een kan kan. Dus een jerrycan kan. Jerrycan ja. Kan zijn. Ja. Een jerrycan en een kan kan. Dat is zo toch? Een kan. Die kan. Goed. Anubis in, heerlijk. Allee, we gaan kijken, we gaan proberen Anubis in te halen. Tot zo. Mensen, ik denk dat we geluk hebben. Het is niet overdreven lang wachten, dat is waar. Goed, dit wordt dus mijn eerste ritje dit jaar op Anubis. Heerlijk. Mensen, ik denk dat mijn GoPro op vakantie is vandaag. Wil een onride filmen van Anubis? Dus die vertrekt, die filmt, met het moment dat hij op de launch zit, stopt hij. 5 seconden. Dan duw ik hem uit en is alles dik in orde. En ja, uiteindelijk, dan zet ik hem terug aan. Raar, maar waar, maar die is precies een beetje op vakantie. Goed, we gaan nog een rutschbaan doen. En hopelijk lukt het dan wel. Derde keer goede keer. Eerst was hij plat. Dan wil hij niet filmen. Misschien de derde keer en goede keer. Maar vandaag is het niet echt een dag van de onrides. Het is kabouterklus hier in het park. En ik denk dat klus mijn GoPro heeft gesaboteerd. We weten dat niet. Ik wil op de Ride to Happiness. En we gaan op de Ride to Happiness. Gaan we op de Ride to Happiness? Ja? Dat is goed, ik ben akkoord. Maar ik ga eerst de sanitaire stop doen. Ik ga dat doen met de Ride to Happiness.
Weet je wat er mij wel opgevallen is op Anubis? Want ik ben er wel op geweest. Het is niet veel te zeggen dat mijn GoPro niet werkt, dat ik er niet op geweest ben. We zijn er op geweest. En wat heb ik opgemerkt? Dat hij heel snel gaat. Hij gaat echt heel, heel, heel snel. Wat vond jij, Erika? Ik heb een opzicht. Ja, we zaten ook achteraan. Hé. Achteraan staat bekend voor de minst leuke plaats in Anubis, de Ride. De trein is daar en normaal gezien zou de trein hier zo vlak voor moeten stoppen en dat is veranderd tijdens corona en dat is heel goed. Voilà. En nu kunnen we veilig over. Wat is afgesloten, zeggen ze. Zo. Kijk. Jij wou nog een foto op de trap. Zitten of staan? Zitten. Zitten. Hier. Ja. Zitten. Dat stond onderaan, want je aan het voelen. Ja, maar. Ja, moet ik naar daar kijken of naar daar? Kom, kijk maar naar mij, joh. Wauw, mooi. Nou, alsjeblieft. Yeah. Wie nog? Want ik heb niet heel veel tijd meer, want ik moet dan weer. Want ik moet om 3 uur mijn show gaan spelen. Ik moet mijn microfoon nog aandoen. Hey, maar jullie moeten wel komen kijken naar mijn showtje straks om 3 uur. Hier in het theater. Het is gratis. Dus jullie moeten gewoon binnenlopen. Kijk. Goba. Zo. Er moeten 1000 tientjes in mijn zaal. Dit kost toch niets? Ja, eerst naar Maaierland, maar om 3 uur nog klussen. Ja, zeker ja. Kom maar. Wat doen we toch wel? High five. Samen met mama. Zo. Zie je wel, ik vind jou een hele grote vriendin. Zal ik eens tot bij jou komen? Dat moet je niet zeggen. Zal ik tot bij jou? Dat ben je niet vaak, hè? Heb je geen foto mis gedaan? Nee. Zeg, ik vind dat je wel een mooie auto hebt. Is dat een Ferrari of is het een Porsche? Ik weet het niet. Het is in Erik, het is een mooie. Oké, willen jullie nog even? Zo. Van een ritje doen op de Ride to Happiness, hè? Ja, en we zijn heel toevallig, daar juist, was er ook een bestgetochtje op het Nios gaan. Ja, dat klopt. Dat was nu wel heel toevallig, want ik had een veertje gevonden in de rond van de en ik ben alleen aan het verhaal. En toen zag ik dat het daar ineens komen zat. Ja, een onaangekondigde meet and greet was het. Dat is een kleine tip. Als je hem wilt treffen, we wisten dat zelf ook niet. Maar blijkbaar dat hij zijn ronde gedaan heeft in het Plopsa Hotel. Wanneer de mensen aan tafel gezellig zitten te eten, gaat hij een rondje doen in het Plopsa Hotel met Kabouter Plus. En dan de overschot van de tijd gaat hij blijkbaar een meet and greet doen op het kiosk. Maar je moet een beetje geluk hebben. Als het druk is, gaat dat niet het geval zijn. Dus ja, goed, we gaan de Ride to Happiness in. Let's go!
Dear friends, you have been guided through the energetic maze to this place. You are now but a few steps away from happiness. In a moment, you will experience our nature and graces. Treasure that moment when it arrives. Live today. Love tomorrow. Unite forever. Hohoho! Zalig! Right, we gaan ervoor! Oh my god! Hey! Woehoe! De handigste, de snelste, de slimste en de knapste kabouter van het hele kabouterbos. Ik vraag dan ook een warm kabouterapplaus voor de enige echte kabouter Kleus. Een kerk dat volgt de strijd. Problemen is ook de natuur. Ze vliegen omhoog naar het licht van de zon. Ik wou dat ik ook zo vliegen kon. Ik hou van de bloemen van rood en van blauw. Ik hou van de ochtend van zon en van dauw. Ik hou van de winter van sneeuw en van kou. Maar het meeste van alles hou ik van jou. Kleus en de klus voor de kist. Oh, wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En wat zijn jullie met veel. Dat doet me plezier. Jullie zijn echt wel trouwe fans. Jullie zijn zo trouw. Het is daarom dat ik van jullie hou. Kleus en de klus. Als ik jullie allemaal zie, hè, ben ik helemaal gelukkig. Dan ben ik als het ware de gelukkigste kabouter van het hele kabouterbos. Gooi weg al je zorgen en leef en geniet. Kabouters die zijn niet gemaakt voor verdriet. Daarom zingen zij alle dagen dit lied. Ik hou van de bloemen waar rood en van blauw. Ik hou van de bloemen van zon en van dauw. Ik hou van de winter van sneeuw en van kou. Het beste van alles hou ik van jou. En van jou. Ik hou van jullie allemaal. Lopertjes, wat ben ik blij dat jullie hier eindelijk weer zijn. Na die vervelende corona. Ik ben zo blij dat jullie hier zijn. Gaat alles goed met jullie? Ja! Met jullie allemaal? Ja! Ja, bij mij gaat ook alles heel goed, Lopertjes. Maar ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Weet jullie waarom ik een beetje zenuwachtig ben? Nee! Zal ik het jullie vertellen? Ja! Omdat ik hier in het geheim iets ga maken. En zal ik jullie vertellen wat ik hier ga maken? Ja! Ik zal eerst vertellen waar ik hier ben. Zoals jullie al wel gezien hebben, ben ik hier niet in het kabouterbos,
Maar ben ik hier aan de rand van het kabouterbos. Ver weg van plop, kwebbel, lui, smul en smal. Ja, nu zie ik jullie al denken. Maar kluskabouters die wonen toch in een paddenstoel. En niet in een holle boom. Ik woon ook helemaal niet in deze holle boom. Ik heb in deze holle boom mijn geheime werkplaats gemaakt. Kijk, ik ben hier al een week aan het werk. Ik heb er een deurtje in gemaakt. En een opklap werkbankje. Er zit nu ook een trapje in. Wacht, wacht, even naar boven. Ik zal het laten zien. Hallo! Ik heb er ook een raampje in gemaakt. Zo kan ik kijken of mijn kaboutervrienden er aankomen. Beneden heb ik nu ook een keldertje. Wacht, ik zal het eens laten zien. Ik ga terug naar beneden. Wacht, wacht, wacht. Ga naar beneden. Naar beneden. Hallo! Ja, ja, oh ja, ja, ja. Ik zal hier eens mijn keldertje. Hier is mijn keldertje. Oh, ja! Ja, dat keldertje kan ik natuurlijk niet laten zien, hè. Ah nee, want dan zit hij hier onder de grond. En verder heb ik de holle boom ook nog een naam gegeven. En hij heet de holle klusboom. Zo. En nu is mijn geheime werkplaats helemaal klaar. En zal ik jullie nu vertellen wat ik in mijn geheime werkplaats ga maken? Ik ga... Ik ga, hè? Ik ga mijn eigen klusmelk maken. Ja, want ik ben boos. Boos op mijn kaboutervrienden. En mijn kaboutervrienden, die zijn boos op mij. Altijd. Altijd is het een klus, 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 klus heeft het gedaan. Wie heeft er zout in de suikerpot gedaan? Voilà. En als ze boos zijn op mij, dan krijg ik geen plopmelk meer. En dat is heel erg, ploppertjes. Want plopmelk, hè, dat is het lekkerste wat er bestaat. Ik kan er wel 10 glazen per dag van opdrinken. Maar ja, als ze boos zijn op mij, dan krijg ik... niks. En ik was dat zo bui, ploppertjes. En daarom ga ik nu mijn eigen klusmelk maken. Zo. En die zal ook lekker zijn, hoor. Het is trouwens helemaal niet zo moeilijk om je eigen klusmelk te maken. Nee, je hebt er alleen een goed recept voor nodig. Dat heb ik hier. Je hebt zelfs 2. 2 recepten van mijn overgrootvader klus. Een recept om koude klusmelk te maken. En een recept om warme klusmelk te maken. Maar ja, die warme klusmelk, die durf ik niet te maken, hoor, mannen. Dat is veel te gevaarlijk. Ik heb geen zin om mijn tong te verbranden, zoals kabouter Smul zijn tong verbrand heeft aan de kabouterpap. Hey, 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 de kabouterpap is heet. Zing maar mee. Hey, 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 de kabouterpap is heet. Kabouter Smul van deze ochtend in mijn keuken aan. Hij ging in rond en zag een kotel op het vuurtje staan. Hij zei dat is kabouterpap, maar dat is interessant. Hij had ervan vergeeld te doen. Ik heb mijn ga ik nu mijn eigen klusmelk maken. En dat wordt niet zomaar een klusmelkje, hoor. Nee, het wordt zoete, groene klusmelk. Maak zoete, groene klusmelk bij speciale gelegenheden. Als je van de zoete, groene klusmelk drinkt, dan... Ja, een heel uitleg. Wel blablabla, blablabla. Ik ga dat niet allemaal voorlezen, want ik maak ze kapot. Ja, groen is mijn lievelingskleur. Ja, ik zal alleen eventjes voorlezen wat ik allemaal nodig heb om zoete groene klusmelk te kunnen maken. Ik heb nodig groene madeliefjes, witte melkklompjes, kruidenblaadjes. Vind ik allemaal in mijn keldertje. En
en water. Dat heb ik hier. In mijn regentonnetje. Kijk maar. Voilà. Zo. En dan ga ik nu alle ingrediënten bij elkaar zoeken. Dat is een moeilijk woord, hè? Ingrediënten. Dat wil alleen maar zeggen alle spulletjes die je nodig hebt om zoete groene klusmelk te kunnen maken. Zo, mannen. Ik ga even naar mijn keldertje. Even alles bij elkaar zoeken. En dan ben ik zo terug. Niet weglopen, hè? Oh, oké. Tot straks. Dag. Oh, zie donker. Zeg, even het licht aansteken. Maar kijk nu. Een raampje. Huh? Oh, dag kinderen. Ik had jullie nog niet gezien. Ik ben Lokje het eekhoorntje. En juist terug uit vakantie en ik herken mijn eigen holle boom niet meer. Iemand heeft er een raampje in gemaakt en een deurtje en een trap. Oh, het lijkt wel alsof er hier iemand is komen wonen terwijl wij weg waren. Weten jullie toevallig wie? Kabouter Klus? Maar kabouters wonen toch in een paddenstoel en niet in een holle boom? En waar is die Klus nu? In de kelder! In de kelder? Oh. Loppertjes! Ik heb bijna alles gevonden, hoor! Ik kom zo terug naar boven! Oh, die Klus komt naar boven. Dan ga ik maar snel weer weg. Kinderen, willen jullie tegen die kabouter Klus zeggen dat ik, Lokje het eekhoorntje, hier woon? Samen met mijn 12 eekhoornkindertjes. En dat hij maar ergens anders moet gaan wonen. Willen jullie dat doen? Oh, goed zo. Dag! Zo, voilà. Jullie kijken zo raar. Ja. Heb je spook gezien misschien? Wat heb ik gezien? Wie? Ik kan er niks van hoor. Wat hebben jullie gezien? Een eekhoorn? Waar waren die eekhoorn? Daarboven? Oh? Was het zo'n klein eekhoorntje? Of een grote? Een klein? Oh, zo'n kleintje wel. Ja, dan mag dat van mij daarboven wel blijven wonen hoor. Woont hij er helemaal alleen? Is er kinderen? Ja. Hoeveel kinderen heeft hij dan? 12! Easy! Denk je nog niet aan? Allee oh, mannen, straks lopen die 12 eekhoornkindertjes naar kabouter Plop en roepen ze, kabouter Plop, die klus van jullie hè, die is in onze holle boom zijn eigen klusmelk aan het maken. Dat gaat niet door hè mannen. Wacht, ik heb wel een geweldig idee. Als jullie dat eekhoornkindertje nog eens zien hè, zeg dan tegen dat eekhoorntje dat kabouter Klus zijn geheime werkplaats gemaakt heeft hier in deze holle boom. En dat zij met haar 12 eekhoorntjes maar ergens anders moet gaan wonen. Willen jullie dat doen? Ja! Oké, ja, ik wist dat ik op jullie kon rekenen. Maar ja, daar zijn vrienden voor. Daar hebben we ook een liedje over. Het liedje van daar zijn vrienden voor. Zullen we het allemaal samen zingen? En daar zijn vrienden voor, daar zijn vrienden voor. Zing maar mee met ons kabouterkoor. Als het hart begint te vriezen, en wie roept er dan? De slikgevaar? Oei oei, oei oei. Dat zijn jullie goed, hè? Ja, oké. En dan ga ik nu mijn eigen klusmelk maken. Zo, ik heb nodig, even kijken hoor, ik heb nodig groene madeliefjes, witte melkklompjes, kruidenblaadjes,
En water. Oké, hier. In mijn eigen tonnetje. Zo, oké. Voilà. Zo. En eventjes ruiken. En eventjes roeren. Ja. Het ruikt naar groene klusmelk. Maar het ruikt helemaal niet naar zoete groene klusmelk. Het lijkt alsof ik iets vergeten ben. Wat moet ik erin doen? Suiker? Oh, ja, natuurlijk. Oh, wat ben ik toch een dommerik. Natuurlijk. Er moet nog suiker. Ja, sorry mannen. Moet ik even terug naar mijn keldertje? Ah oh, ja, die suiker die heb ik wel nodig. Hè, zie. Wacht. Even naar mijn keldertje. Eventjes op suiker. En dan kom ik zo terug. Daag. Kinderen? Is hij weg? Zeg, hebben jullie tegen die kabouter Klus gezegd dat ik hier woon samen met mijn 12 eekhoornkindertjes? Wat heeft hij gezegd? Wat? Dat wij ergens anders moeten gaan wonen? Ah, ik vind die Klus helemaal niet lief. Zeg, wat is hij hier aan het maken? Klusmelk? Even kijken op het recept. Maak zoete groene klusmelk voor speciale gelegenheden. Als je van de zoete groene klusmelk drinkt, dan word je steeds kleiner en kleiner en kleiner. Oh, het is een toverdrank. Als je terug groot wil worden, gebruik dan de toverspreuk op de achterkant van het recept. Goh. Zeg, waarom wil die klus nu kleiner worden? Dat is zo raar. Mijn kinderen, ik neem het recept mee. Dan kan die klus die klusmelk niet meer afmaken. En als hij het recept terug wil, moet hij eerst beloven dat hij direct onze holleboom zal verlaten. Zeg maar dat ik het recept heb meegenomen. Dag! Zo. Wat hebben jullie nu weer gezien? Ze staan er echt niks van aan. Nee, wacht, ze verstaan er niks van, komt er naar buiten. Wat hebben jullie nu weer gezien? Is die eekhoorn hier nu weer geweest? Waar was die? Was die naar boven? Beneden? Wat heb ik die meegenomen? Het recept? Wat een domme eekhoorn, zeg. Ik heb de recept toch helemaal niet meer nodig? Maar nee, kijk. Mijn zoete groene klusmelk is bijna helemaal klaar. Hier heb ik de groene klusmelk en hier heb ik het zoete. En als ik het samenvoeg, dan heb ik zoete groene klusmelk. Zo, voilà. Hoppakee. Eventjes roeren. Hop. Zo. Hopla. En eventjes ruiken. Wow. Nu ruikt hij naar zoete, groene klusmelk. Even proeven, mannen. Mag ik niet proeven? Oké. Laat ons dan maar eerst een liedje zingen. Om te vieren dat de zoete groene klusmelk bijna helemaal klaar is. En feesten, dat is een van mijn specialiteiten. Ik heb zelfs een liedje over. Het liedje van oh ho ho, wat een feest. Zullen we het samen zingen? Met jullie met je armen zo doen. Oh ho, wat een feest. Oh ho, wat een feest. Het is niet moeilijk, hè? Bij elke leuke gebeurtenis weten kabouters wat feesten is. Tafels en stoelen die gaan dan aan de kant. Iedereen in het kabouterbos gooit deze avond de dempen los. En alle mutsen die vliegen naar omhoog. Oh, 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 wat een feest. Oh, 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 wat een feest. Oh, 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 wat een feestje lief.
ik nu van mijn zoete broeder Klusmelk proeven. Mag ik er niet van proeven? Waarom mag ik er niet van proeven? Dat dan klein. Oké, okay, klein. Ik zie. Voilà. Hier. Ik zal er nog een klein beetje meer suiker bij doen. Hupsakee. Kijk, en een beetje roeren. Yep. En een beetje ruiken. Zo. Oh. Nu ruikt hij naar zoete. Groene Klusmelk. Even proeven, mannen. Ah, ja. Ah. Ik word ineens een beetje duizelig in mijn hoofd. Mijn buik begint te kriebelen. Mijn beentjes beginnen ook te kriebelen. Ik ben zo groot geworden. Klus. En jullie zijn ook zo groot geworden. Of ben ik klein geworden? Klus, echt waar? Oh, wat erg. Dan heb ik iets verkeerds gedaan met de klusmelk. Ik wil op de set kijken. Waar is dat recept? Echt waar? Oh, maar dan moet ik die eekhoorn gaan zoeken. Hoe heet die ook alweer? Hala, Lotje. Lotje! Oh, toppertjes, roepen jullie mee? Ik tel tot drie, daar gaan we. 1, 2, 3. Lotje, waar ben je? Wie roept mij dan? Waren jullie dat, kinderen? Nee, Lotje, ik ben het hier, Kabouter Klus. Mama, zeg, wat ben jij, een klein kaboutertje? Ja, ik was helemaal geen klein kaboutertje. Ik ben zo klein geworden omdat ik iets verkeerds gedaan heb met de klusmelk. Eigen schuld, dikke bult. Dan had je maar beter het recept moeten lezen. Want dan had je geweten dat het een toverdrankje was. En dat je enkel terug groot kan worden met de toverspreuk op de achterkant van het recept. Oh, Lotje, geef me dan snel die toverspreuk. Je krijgt enkel de toverspreuk als je belooft dat wanneer je terug groot geworden bent, je meteen onze holleboom zal verlaten. Dat beloof ik, Lotje. Erewoord. Oké, hier komt de toverspreuk. Ben je klein, eet veel brood, dan word je snel weer groot. Oh, dat is een makkelijke. Ben je klein, eet veel brood, dan word je snel weer groot. Oeh, het lukt niet. Maar nee, Klusje. Je moet het niet zeggen, je moet het doen. Hier. Ja. Lekker. Nu werkt het, denk ik. Ja, oh, ik word weer een beetje duizelig in mijn hoofd, zoals dat straks. En mijn buikje begint ook weer te jeuken. Oh, wat gebeurt er nu met me? Klus. Aan het worden ben. Ja, kijk maar. Ik voel het. Ah, ik word terug rood. Zo! Ik ben terug rood. Lotje, bedankt voor de toverspreuk. Oh, ja, en zoals beloofd zal ik meteen de holleboom verlaten.
Kan jij hier blijven wonen met je 12 eekhoornkindertjes? Ga ik terug naar mijn kaboutervrienden? Want ik mis ze heel erg. En ik zal daar wel plopmelk drinken. Want die is toch veel lekkerder dan die vieze klusmelk. Maar ja, voor ik terug ga naar mijn kaboutervrienden, wil ik heel graag met alle ploppertjes in de zaal nog één liedje zingen en dansen. Mag dat? Ja hoor, klusje. Doe gerust. Ik bekijk het wel van hierboven. Oké. Wie van jullie kunnen zingen? Wie van jullie kunnen dansen? En wie van jullie kunnen zingen en dansen tegelijkertijd? Ja, die van K3 die kunnen dat, ja. Kunnen jullie dat ook? Oké, iedereen die kan zingen en kan dansen mag nu naar voren komen. Kabouterdans! Hopla! Alles op het klus doen. Heel goed. Flink doorstappen. Stapje, stapje doen. Iedereen goed opgelegd. Want dit is jouw grote kans. Luister goed naar wat ik zeg. Wat hier nog leuk aan wat er dan. Draai een keer in de grond. Stap in de voeten op de grond. Draai je armen in de lucht. Bedankt dat jullie zijn langsgekomen. Ik wens jullie nog een hele fijne dag in Plopsaland. Ja, ik wil jullie allemaal van heel dichtbij wel eens zien. Maar luister goed, over een half uurtje hebben we de parade door het park. Met die mooie auto's zo. En op die parade, dan zie ik jullie allemaal terug. Zo, voorzichtig van mijn trapje, valt er niet af. Valt er niet af, want dan heb ik gedaan. Dag ploppertjes allemaal! Dank je! Ik vlieg naar mijn kaboutervrienden. Vliegen is ook een van mijn specialiteiten. Vliegen als een mus. Ik wil vliegen, vliegen als een mus. Klussen en klussen en klus. Klussen en klussen en klus. Ik wil vliegen, vliegen als een mus. We gaan zottigheid gaan eten. Ja, het was te denken, nee. We gaan er weer naartoe. We gaan lekkere zoetigheid gaan eten. En ja, hier heb je Bomba Circus. Er is daar op dit moment nog heel weinig aan veranderd. Misschien wel aan de achterkant, maar ik heb zin in zoetigheid. Want ik heb zin wat ze hier nog hebben van lekkers. Oh ja, zalen. Ik ben bijgevuld. Ik denk dat ze waarschijnlijk vol verwachtende waren vandaag. Dus. Kom, ze hebben de stroopwafel en die is de max. Waar is die? Naar beneden. Oh, zalen. Erika, enjoy. Mensen, dat ik het open kreeg, die eigenlijk wel lekker is. Dat is dat. En dat is een crème dunken of zoiets. En dat is wel lekker. We gaan dat ik heb proeven. Die met crème zijn lekker, die andere niet. Weet je wat er ook vrij lekker is, mensen? Dat is hier in een stroopwafel. En eigenlijk die lemon cheesecake eet ik ook wel vrij gaan. Erika had ook de stroopwafel, hé? En nu de lotus. Mm-hmm. Wat is al die lotus? Pavelling. Goeie vraag. Wat zit er nog even in? Zit er geen in? Nee. Ik heb graag een donut met vulling. En dat zijn er met vulling, zo zeggen enjoy. Er zou wel vulling in zitten van ja, Amerika. Crème, maar zo van crème. Ah ja, lekker. Ja, ik zit hier de lemon cheesecake aan het opeten. Lekker hè? En dat ook, lekker hè? Mm.
zit erop voor vandaag. Ja, ik ben op Plopsaland geweest. Kijk, je kunt hier goed lezen. Kijk, voilà. Nu kun je tenminste lezen. Plopsaland. Was het plezant in Plopsaland? Ja. Plezant in Plopsaland. Ja. Rijmt dat? Beetje. Niet zo erg. Niet helemaal. Goed, mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk vinden, geef een duimpje omhoog. Abonneer op dit YouTube-kanaal. En ja, mocht je het nog niet weten, ik heb ook video's van Disneyland, Toverland, de Efteling, Europa Park, Rolantica. En zelfs Disney World. Disney World heb ik online staan. Ik heb Park Bagatelle online staan. Ik heb Denlis Park online staan. Mocht je zeggen van, Jordi gaat altijd naar Plopsaland. Dat is geen waar. Check gewoon eventjes mijn YouTube-kanaal en vul daar ergens een parkje in dat je zegt van, misschien heeft Jordi daar wel naartoe geweest. Ik heb nog veel parken niet gedaan, maar ik heb ook al veel parken gedaan. Dus ik zou zeggen, mensen, ga jullie gang, amuseer jullie. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Alweer, bye bye.